Morning, ben ik weer. Ik heb vandaag really mijn Harry Potter collectie. Ik ga jullie vandaag al mijn Harry Potter boeken laten zien. Ze staan bij mij allemaal op één plank. Even een eerbetoon aan Harry Potter en aan J.K. Rowling. En ik denk, ik loop ze even door. Allereerst heb ik mijn eerste editie, mijn echte Harry Potter editie. En dat zijn de Nederlandse edities. Volgens mij gewoon de eerste edities. Kijk, mijn naam staat hier zelfs nog in. Volgens mij is deel 1 van deze Harry Potter boeken ook de oudste die ik heb. Ik kan me nog heel lang herinneren dat het bij ons, bij mijn oude huis in de kast stond. Bij mijn ouders oude huis. En dat ik nog niet zo goed wist wat het was. En dat ik niet deze voorkant lokte me niet aan. Ik was toen heel erg in de wat meer fellere omslagen. Was destijds wat populairder. Dus dit trok me geheel niet aan. Totdat volgens mij mama het een keer ging voorlezen. I don't know. En toen kwam de eerste film uit en toen gingen we daarheen als een surprise. En toen was het echt super top. Dus toen ben ik ze allemaal als een bezetene gaan lezen. Dus daarom zie je ook dat deel 1 heel oud is, terwijl de andere relatief meevalt. Ik kan me ook niet eens meer heel goed herinneren toen ik het voor het eerst las. Alleen het einde, daar kan ik me wel nog herinneren. Maar bij de rest niet. Volgens mij heb ik die allemaal gelezen toen het merendeel uit was. Ik kan me alleen echt herinneren. Ik kwam iets later op de Harry Potter trein. Ik kan me vooral echt herinneren dat deel 7 net uitkwam. En dat ik toen echt... Oh. Ja. Dus dit is mijn editie van Harry Potter en de Steen der Wijzen. Harry Potter en de Geheime Kamer. Een van mijn favoriet. Harry Potter en de Gevangenen van Azkaban. Zie je, deze zien er nog prima uit. Harry Potter en de Vuurbeker. En deze weet ik ook nog. Ik weet dat ik deze niet in mijn collectie had. Hoe dat kwam, weet ik niet. Maar deze had ik niet. En die stond bij mijn beste vriendinnetje destijds in de kast. En toen was ik helemaal, oh, je hebt wel deel 4. Ik heb deel 4 niet. Toen zei haar ma, neem maar mee. We lezen het opnieuw. We hebben het al gelezen. Neem maar mee. Dus die was van hun. Dat zijn leuke herinneringen, vind ik altijd. The Beautiful deel 5. Harry Potter en de Orde van de Phoenix. Hoewel ik dit echt niet de mooiste covers vind. Ik bedoel, er zijn hier random handen komen er uit de terrestrials. Maar het heeft zoveel nostalgie omdat ik ze hierin heb gelezen en hiervan heb gehouden. Mijn persoonlijke favoriet met de vreselijkste cover die echt nergens op slaat. Harry Potter en de Halfbloedprins. Dit was vroeger toen ik ze las echt by far mijn favoriet. Dus ik ben heel benieuwd of dat nu ook het geval is nu ik ze weer aan het herlezen ben. En dit is wel echt de mooiste van allemaal. Kijk, je ziet ook dat ik deze veel meer heb gelezen. Volgens mij heb ik deze destijds 2 keer gelezen. Dit is Harry Potter en de Relieken van de Dood. Deze cover past zo niet bij de rest. Nou ja, ik weet gewoon omdat ik zo bewust heb meegemaakt dat deze uitkwam. En zo bewust heb meegemaakt dat ik deze voor de eerste keer las. En al die gevoelens erbij. Heeft deze voorkant voor mij echt de meeste nostalgie. Allemaal vlekken zitten erop. Hij is zo dirty. Ja. Maar ik vind het wel gek dat deel 5 en 6 zo netjes zijn. Ik vraag me af of ik dan wel deze boeken heb gelezen. Of dat ik ze... Oh, misschien heb ik ze van de Bieb gelezen of zo. Ik ging vroeger heel veel naar de Bieb. Ik las al mijn boeken van de Bieb. Ik kocht nooit boeken. Ik las al mijn boeken van de Bieb. Dan was ik in Engeland. En toen was ik begonnen met... Oh, ik ga Harry Potter in alle edities verzamelen. Maar dan wel niet de helemaal. Want... Daar had ik geen pack voor. Dus alleen dan mijn favoriete deel. Deel 6. Dus ik heb alleen deze van Bloomsbury. Dat is Harry Potter en The Half-Blood Prince. Ik vind het echt een super lelijke cover ook. Het staat ook echt niet mooi in je boekenkast met dit. Maar het was wel... Dit is volgens mij de originele UK cover. Maar het lijkt me wel leuk om van Half-Blood Prince van al die edities er eentje te hebben. Tenminste, daar was ik toen mee begonnen. Nooit verder gaan. Misschien heb ik nog verder. Dan heb ik ook natuurlijk de nieuwe US covers van Solastic met de Hogwarts on the Spine. Ik heb ze nu los. Die kwam in deze doos. Ik heb ze al een tijdje eruit staan omdat ik ze aan het lezen was. Maar ik denk dat ik ze wel weer in ga doen omdat ik merk dat door het lezen ze een beetje verbuigen. En als ze hierin zitten strak dan buigen ze weer recht op een soort van. En omdat ze nu niet in een boekenkast staan maar tegen elkaar aan in boeken blijven ze zo mooier. Dus het is wel handig. Ik vind deze doos. Echt fantastisch. Kijk nou hier. Dumbledore en Hagrid. Wie is jullie favoriete personage? Ik vind Hagrid, ben ik echt dol op in de boeken. In de films vind ik hem iets minder.
En ik ben dol op Dumbledore in de films en wat minder in de boeken. Ik vind het super grappig, dat verschil. Maar de mijne blijft Ron. My first love. Volgens mij heb ik deze al een paar keer laten zien. Zo niet, give your eyes a feast. Ik heb Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Ik hou van deze achterkant. Dat is ook waarom ik deze editie heb gekocht. Een van mijn favoriete voorkanten van deze. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ik hou van deze kleuren. Het is zo heerlijk. Herfstig. Ja, dat zou ik zeggen. En ik heb deze gelezen in het bruiloftsweekend van Brigitte. Dus nu heeft hij ook nostalgie. Bij het herlezen een verrassende favoriet. En dat was Harry Potter en The Prisoner of Azkaban. Deze heeft ook een toffe voorkant. Deze achterkant vind ik het allerleukst. Omdat ze hier bij professor Lupin in het klaslokaal staat. Terwijl ze een boekert hebben. Dit vind ik ook wel een hele toffe cover. Harry Potter en de vuurbeker. Deze was ook zoveel beter dan de film. Er zit zoveel meer in. Oh, en de achterkant. En dan hebben we het boek dat ik momenteel aan het lezen ben. Met ook een leuke voorkant. Ik vind het leuk. Deze voorkant vind ik leuk omdat hij heel erg lijkt op de Nederlandse originele voorkant. Maar dan net iets anders. Maar het lijkt dat het verdacht op. En dat is Harry Potter en de Orde van de Phoenix. En de achterkant. En deze kleuren zijn ook super gorgeous. Dan de eentje waar ik heel benieuwd naar ben. Harry Potter en de Blood Prince. Kijk Dumbledore nou. Hij is zo grumpy. En de achterkant. Staan ze in zijn office. Vind ik ook leuk. Dit is mijn minst favoriete cover. Van deze serie. Harry Potter en de Deathly Hallows. Die achterkant is echt tof. Zo zin om deze weer te herlezen. Ah, ze zitten erin. En dit is de Hogwarts Spine. Wie heeft het verzonnen? Is toch goud waard. Dan heb ik natuurlijk ook Fantastic Beasts and Where to Find Them. Dit is original screenplay. Dit is natuurlijk een boek dat hoort bij de films. En een boek dat Newt Scamander heeft geschreven. Dat ze gebruiken in de Harry Potter boeken. Ik heb alleen nog niet de Hogwarts Library, zeg maar. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Quidditch Through the Ages. En Bartlebeast Tales. Bartlebums. Dus die wil ik nog. Ik wil eigenlijk een nieuwe versie, maar die is echt super duur. En dan heb ik ook Harry Potter and the Cursed Child. Dit is het script dat hoort bij het toneelstuk dat wordt opgevoerd in Londen. Waar ik de hoop ook nog ooit naartoe te gaan. Maar ik heb het gevoel dat ik hem ook heb gezien. Omdat ik deze heb gelezen. Ik weet nog dat er heel veel hype omheen zat omdat deze uitkwam. Dat vond ik een beetje zonde, want dat was het ook weer niet waard. Het is leuk wat er is, maar het is niet het 8e Harry Potter boek. Dan heb ik nog meer edities van Harry Potter. Namelijk de Illustrated Editions. Iedereen is hier lyrisch over en terecht. Dit zijn de mooiste boeken die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik heb Harry Potter en de Philosopher's Stone. En het zijn echt de mooiste plaatjes ooit. Oh, kijk nou. Het is een beetje jammer dat ik ze net heb herlezen. Niet in deze versie. Oh, ik sla mezelf. Want dit wil ze nu graag gaan herlezen in deze versie. Sander wil ze nu ook gaan lezen in deze versie. Hij is een beetje een kleinkind dus eigenlijk om te lezen. Als er plaatjes staan. Okay. Dus ik denk gewoon dat als ik ze allemaal heb herlezen, dat ik ze gewoon nog een keer ga herlezen in de Illustrated Editions. Moet kunnen, moet kunnen. Dan heb ik ook een prachtige deel 2. Deze is ook lekker herfstig. Vind ik wel leuk. Het is Harry Potter and the Chamber of Secrets. Deel 3 is er ook al. Die heb ik nog niet, want die was nog een beetje duur. Deze waren lekker in de aanbieding. Dit is denk ik mijn favoriete plaatje. Dus die komt eraan. Dus ik ben heel benieuwd. Vooral ook naar de wat dikkere boeken. Deel 5. Hoe gaan ze dit nou doen in deel 5 als dit al deel 2 is? Ja. Oh, kijk nou. Er zit hier een man uit het bos. Zien jullie dat? Als ik hem aanwijs. Komt een mannetje uit het bos gekropen. En dan de laatste twee boeken in mijn Harry Potter collectie zijn de 25-jarige jubileumboeken van Harry Potter. En dat is Harry Potter A History of Magic. Dit is een boek dat is zowel gebaseerd op het boek dat ze gebruiken in Harry Potter A History of Magic. Maar het vertelt ook een beetje wat meer achtergrondverhaal. Hoe de bedenkers, hoe J.K. Rowling op bepaalde dingen is gekomen. En hoe ze invulling heeft gegeven aan bepaalde dingen in de wereld. Zoals lessen en
astronomy. Dus dat is wel heel leuk. Dus het heeft zowel verhaal, het heeft zowel info voor over het boek als over de gedachtegang van J.K. Rowling. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Als ik het goed zeg, hoort hier ook een exhibitie bij. Waarschijnlijk in Londen ook ergens. En dan heb ik ook de gigantische Fantastic Beasts and Where to Find Them Illustrated Editions. Dit is dus het boek dat Newt Scamander heeft geschreven. Maar dan met tekeningen. Zodat je niet alleen leest over de beesten, maar ook weet hoe ze eruit zien. Dit is echt een prachtig boek. Dat was het dan voor deze video. Dat zijn alle Harry Potter boeken die ik bezit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Mijn boekenkasttour komt er snel aan. Deze is ook als voorbereiding op de boekenkasttour, zodat ik deze boeken niet nog een keer hoef te laten zien in de boekenkasttour. Ik ben leuk. Dat was het dan voor deze video. Zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. Linkjes naar mijn socials en deze boeken staan in de beschrijving. En ik zie jullie heel snel weer. Doei! By the way, ja, dat is een ballon. Don't ask me why it's here. It has its purpose. Hallo. Waarom past dit niet, jongen? Yes. Kijk, hij staat nu al weer. Ik ben een leuke. Ik weet het. Er is geen hoop voor mij.